Nou ja, ik ben bang dat omdat het een succes is, GroenLinks daar ook tegen is. Het is een beetje treurig dat dat dan een partij is die de stad bestuurt. GroenLinks zet het Amsterdamse I Amsterdam logo bij het Grofvel. Wat vind je daarvan? Geniaal plan, dat hadden ze jaren eerder moeten doen. Alle toeristen die van plan waren naar Amsterdam te komen en hier de boel onder te kotsen, die zeggen nu, nou ja, die letters zijn weg, laat maar, we gaan naar Barcelona. Symboolpolitiek. En bovendien ook nog eens een keer met een raar argument dat I Amsterdam zou staan voor individualisme. Dan heb je er echt helemaal niks van begrepen. Een GroenLinks voorvrouw, mevrouw Roosma, heeft er een soort luchtfietsend verhaaltje bijgebreid. Dat het zou staan voor individualisme en commercie. Nou, als er toch twee dingen zijn waar de communisten op links een hekel aan hebben, dan is het dat wel. Maar dit gaat natuurlijk helemaal niets oplossen voor de stad. U stond aan de wieg van deze letters. Hoe voelt dat nou? Nou, het is buitengewoon treurig dat iets wat een succes is, dat dan daarna dat door mensen die blijkbaar niet goed nadenken en of het niet begrijpen, dat die dan denken, ja, schaf het maar af. Het zal wel typisch GroenLinks zijn, maar voor de stad is het natuurlijk niet goed. They're gonna take the whole thing down. They're gonna take the whole thing down? They're gonna take it away. Why? Because they think, because of the I Amsterdam, the whole thing, it's about individualism and it's not about like all the people. I don't know, I mean, this is like still a stupid thing people have in their minds. Moest u een beetje lachen toen u las dat GroenLinks het zo benoemde als individualistisch? Nou, ik was eigenlijk vooral verbaasd. I Amsterdam is de verbinding tussen die bewoners en die ondernemers en die bezoekers. En blijkbaar heeft GroenLinks dat na 15 jaar nog steeds niet begrepen. En dan krijg je dus hele ondoordachte en onverstandige voorstellen zoals laten we het gewoon afschaffen. We've been here before, but we still keep coming back, so that's sad if you remove it. Yeah. Every time you take a picture here, every time you come here? Yes, yeah, every time. Yeah? This is like one of the to-do lists when you're here in Amsterdam. So is it? You have to sign in here. Nou ja, ik ben bang dat omdat het een succes is, GroenLinks daar ook tegen is. Het is een beetje treurig dat dat dan een partij is die de stad bestuurt. Maar dit gaat Amsterdam niet helpen. Nou, Amsterdam zal altijd aantrekkelijk blijven. Daarvan hebben we hele mooie voorzieningen. Maar het lijkt er wel op dat de gastvrijheid er een beetje afgaat. Zullen wij, nu het nog kan, nog even samen een selfie maken? Ik heb er verschillende, maar het lijkt me heel gezellig om dat met jou te doen. Yes! Ja? Oké, daar gaat hij. 1, 2... Yeah.